Utrecht is afgereisd naar het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen om daar te oefenen tegen Bayer Leverkusen. 20 seconden op de klok, gelijk een grote kans voor deze Ramselaar. Blijkt het startschot te zijn van de eerste helft waar Utrecht heel aardig voor de dag komt. Afstandsschot van Timber op de paal. Zo is deze Utrechtse middenvelder bijzonder dicht bij de openingstreffer. Dat is eigenlijk het enige waar men dan een beetje op zit te wachten. Want Utrecht, zogezegd, de ploeg die er aardig in zit, de kansen creëert. Voorzet hier van Boussaïd naar Ter Aves, lekker gedrukt. Poging van de rechtsback van Utrecht, die hier aan het werk wordt gezet door Jansen. Een paar minuten later, fijne aanname. Kerk als een soort van aanspeelpunt, terug naar Ter Aves. Die lijkt wat vervelend terecht te komen, maar kan uiteindelijk gewoon verder. Wat zien we dan van Leverkusen? Eigenlijk alleen dit, een afstandsschot van Moussa Diaby. En zo zit zijn ploeg, die van Haken, er heel aardig in. Creëert tussen goede kansen in die eerste helft. Maar komt het in de tweede helft op een achterstand. Doelpunt wat er toch wat kinderlijk eenvoudig uitziet. Mitchell Bakker is de man die hem maakt. Deze 375 fans van Leverkusen blij. En dat zal niet anders zijn voor deze verdediger. De man die enkele weken geleden overkwam van Paris Saint-Germain. Kerk stuurt Ter Aves weg. Die kapt vervolgens Bakker uit. Ter Aves naar Kerk. En dat past precies. Zo weinig ruimte, maar toch gevonden. Radeski geklopt. En Kerk viert het op zijn Kerks. Dan hebben we een minuut of 70 gespeeld. Staat het dus 1 tegen 1. Tommy Sinjago met de balverovering. Ziet Girano Kerk gaan. Fijne paas op het juiste moment gegeven. Kerk sneller dan Kozunu. En wat een fijne chip over Radeski. Heerlijke goal. Ja, die paas van Sinjago was natuurlijk een 10. De balbeheersing van Kerk is bijzonder fraai. Ja, je zou maar Lucas Radeski heten. Zo gepasseerd worden door Kerk. Utrecht op 2-1. Dan gaan we naar minuut 100. Klinkt misschien een beetje raar, maar het duel dat 3 keer 45 minuten duurt. Moussa Silla, de invaller, veel sterker, veel slimmer dan zijn directe tegenstanders. En Balk mag dan zorgen voor de 3 tegen 1. Zo wordt Andrei Lunev, de goalie die in het veld is gekomen voor Lucas Radeski, dus voor het eerst geklopt. En probeert Leverkusen het nog maar een keer via Mitchell Wijzer. Redding was van invaller Fabian de Keizer. Davy van den Berg richting Moussa Silla. En dan een schandalige overtreding van Sadiq Fofana. Hij heeft er verder geen uitleg nodig. Een overduidelijke strafschop. En die bal wordt keihard binnengeschoten door Adrian Dalmau. Utrecht in minuut 128 op een 4-1 voorsprong. Ja, André Lunev dus kansloos, de doelman die in verleden heeft bij Zenit Sint-Petersburg. In 2017 twee keer op goal stond tegen Utrecht in de Europese campagne. Maar hier natuurlijk geen antwoord heeft op deze formidabele strafschop van Dalmau. Heerlijk in de kruising geschoten. Zo wint Utrecht dus met 5-1 bij Leverkusen. Twee goals van Girano Kerk, twee goals van Adrian Dalmau en eentje van Remco Balk. 5-1 tegen de nummer 6 van vorig seizoen in de Bundesliga. Of het heel veel zegt, dat weet ik niet natuurlijk. Want we gaan ook heel veel wisselen. Zo. Het is een voorbereiding en dan worden er wel de nodige fouten gemaakt. Dus ja, ik denk niet dat je alleen naar de score moet kijken. Ik denk dat dit wel een basis kan zijn voor de competitie natuurlijk. Maar de competitie zelf moet nog beginnen en dat staat hier los van. Ik denk dat iedereen gewoon keihard werkt en dat we het beste van elkaar naar boven halen. En dat is eigenlijk hoe door te gaan en daarmee hebben we deze overwinningen nu behaald. En dat is mooi. Ja, wat we van de week ook over hadden, dat doet gewoon heel veel ook met de groep. Zowel in de sfeer als in gedrag, in samenwerken. Waardoor spelers gewoon en het team dichter naar elkaar toe groeien. En ook wetende van dat ze elkaar gewoon heel hard nodig zijn om uiteindelijk dit te kunnen doen. Hoeveel ruimte zat er nog tussen de bal en de paal? Was het? Vrij weinig, ja. Nee, maar ik zag ook geen andere hoek waar ik kon schieten. Dus ik probeerde het gewoon en had geen goed erin. De tweede goal was mooier, hè? Ja, maar vooral omdat het assist was van Tommy, daarom. Dus ik hoop dat hij dit seizoen vaker gaat doen, dan wordt het top. Ja, ik denk dat het een wereldgoal is. Als je
Het wordt ook een keer tijd voor Tommy dat hij ook een keer de spits aan het werk zette. Maar hij maakt een goede interceptie. En Girano die komt eigenlijk vanuit de positie waar we hem graag willen hebben. Een beetje tussen de middenveld en de verdediging van de tegenpartij. En kan hij de diepte bespelen. En die bal van Tommy was perfect. En, ja, en het afmaken van Guy was echt op allerlaatste moment een chippen. Ja, dat was echt heel mooi om te zien. Ja, en dan is de hamvraag natuurlijk. Wat is mooier, de afronding of de paas? Afronding. Ja, sorry Tommy, sorry. Dat dan weer wel. Ja, afronding was wel iets mooier. Ik hoorde Girano net de afronding zeggen, dus nu pak ik dan de paas. Ik had het wat leuker gevonden als jullie allebei zeiden, ja, jij, nee, het doelpunt en hij, de assist. Ja, toch? Ja, nee, je moet altijd gewoon trots op jezelf zijn. Maar ik ben natuurlijk ook trots omdat hij hem heeft afgemaakt, want anders was het natuurlijk ook geen assist. Dus dat is lekker. Dus jullie was ook maar vaker zo'n derde helft in lassen, want daarin is het spektakel, hè? Ja, nee, maar uiteindelijk spreek je eraf dat je zo gaat spelen en je maakt nog een aantal mooie goals. Maar ook weer die voortkomen uit een goede aanval en de mooie goals. Ja, natuurlijk moet die penalties erin, maar die worden ook gewoon goed ingeschoten. Maar als je ziet wat eraan vooraf gaat, is wel het spel wat we graag zien.